De Witte Anjeprijs is een jaarlijkse prijs die we uitreiken. En dit jaar waren er weer 12 genomineerden. En het was een hele moeilijke klus om daar een winnaar of winnares uit te zoeken. Daar is een jury mee aan de gang gegaan. En dat is namens Nationaal Comité Veteranendag een eerbetoon aan iemand die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor veteranen. De prijs wordt ook gegeven aan iemand die met zijn hart voor veteranen iets gedaan heeft. De keerzijde van dit hart is het veteranenlogo, wat refereert naar de veteraan die alles wat hij heeft meegemaakt in zijn hart met zich meeneemt. En ik ga hem geven aan Noah Jansen. En Nona, waar heb je die prijs voor gekregen? Welke verdiensten had je? Ik heb me jarenlang ingezet om de knielmilitairen, koninklijk Nederlands-Indisch leger, om die militairen een gezicht te geven. Want welke veteranen zijn er hier in Nederland? Zelfs de jongste jongens die nu uitgezonden worden, komen terug en worden automatisch veteraan. Ja. Maar deze mensen... Maar niet de Molukkers. Nog steeds niet. En pas sinds 2015... Toen werd de BEC-P-prijs ingesteld. Maar ik heb toen geprobeerd om zoveel mogelijk adressen te achterhalen. Ik heb 2 of 3 hele dikke mappen met en de militairen en ook van de weduwen. Ja. Want ik vind het niet eerlijk dat ze niks hebben gekregen. Ja. Ze hebben helemaal geen pensioen gehad. Ook geen pensioenopbouw in het leger mogen maken. Dus ze zijn heel erg achtergesteld. En daarom dacht ik, ik ga daar werk van maken. En mijn reguliere baan was aan het aflopen, want naarmate je wat ouder wordt, heb je iets meer tijd voor nog meer hobby's. Dus dat heb ik voor elkaar gekregen. En dat heb ik naar het Veteraneninstituut in Doorn gebracht. Hmm. Ik heb ze echt overhandigd. Ja. Want ik wou niet hebben dat het weer digitaal ergens verdwijnt of in een laadje terechtkomt. Dus ik heb ze allemaal eigenhandig daar aangereikt. Hmm. En jij hebt er eigenlijk voor gezorgd dat pensioen er kwam? Nou, nog niet. Nee. Pensioen krijgen ze waarschijnlijk niet, maar ik wil graag dat ze een genoegdoening krijgen. Ja. Dus die BEC-P was voor 4000 militairen die toen hier kwamen. Ja. Maar van die 4000 hebben er maar 10 of 15 gebruik van kunnen maken, omdat anderen allemaal dood waren. Maar waar blijft dan dat geld van de rest? Dus waar blijft dan 3990 of 980 niet uitbetaalde BEC-P? Ja. Gaat die naar de weduwen? Gaat die naar de erfgenamen? Dus ik heb ook bij Paul Blokhuis heb ik aangekaart, gesproken met hem en geadviseerd van maak er nou een finaal gebaar mee, zodat je klaar bent. Dat je niet elke keer weer een generatie na generatie wordt opgeëist wat rechtmatig is aan de eerste generatie. Ja. En is dat gebeurd? Ja, of nog niet? Toen kwam de kabinetswisseling. Dus nu ben ik bezig met een afspraak met Van Ooyen, die ja. zijn plaatsvervanger is geworden. En gelukkig met mijn adressenbestand heb ik overgegeven aan Veteraneninstituut Door. En die hebben daarmee dus een paar bijeenkomsten kunnen regelen, waarbij achteraf... mensen nog, hoe heet dat ook alweer, hun erespelden konden krijgen. Konden opgespeld krijgen, postuum. Dus, dat is voor de familie, betekende dat heel veel. Ja, ja. Ja, toch een genoegdoening of een erkenning. Echt ja. Een erkenning. Ja. En daarom, ik denk dat de link daar vandaan komt, van Veteraneninstituut Door dat ze mij hebben voorgedragen. Mm. Dus vandaar dat ik dat gewonnen heb. Ja. Ja. En ik ben blij voor mezelf, ja. Maar vooral voor het werk, voor de knielmilitairen. Ja. Ja. Want nu krijgt het ook nog veel meer aandacht. Ja. Door jouw prijs. Ja, het is echt toch wel een respectabele prijs. Ja. Ja. Hoe ging die uitreiking?
Nou, heel chic hoor. We werden uitgenodigd naar Hotel de Zanders in Den Haag. Nou, alle genomineerden. Zo super chic. Waren er. En ik dacht, ik ga een zwart jurk aandoen. Want dat is, hoort erbij, hè? Stemmig, chic. Maar toen ik het ging lezen, de code, en toen bleek dat zwart juist not done is. Mm. Dus toen weer denken, wat moet je dan weer aandoen? Maar het was echt heel mooi geregeld. Mm. Maar ja, dat is op Defensie, hè? Perfect. Echt tot de minuut. Echt netjes. Yeah. We werden een heel mooi ontvangen. Zelfs mijn man vond het wel toch wel gezellig. Want die is niet zo van dat soort feestjes. En het was echt een hele mooie gelegenheid. Maar kan je even iets vertellen over Molukse geschiedenis? Heel kort. Ja. Molukkers waren dus in het Koninkrijk Nederlands Indisch leger, hebben altijd voor Nederland gevochten in Indië. En toen zijn ze na de decolonisatie overbodig geraakt. Dus waar moeten ze naartoe? Overgaan naar het Indonesisch leger? Wilden ze niet. Ja, wat dan? Toen heeft Nederland besloten om ze toch maar hierheen te halen. En toen ze hierheen zijn gekomen, zijn alle militairen bij voet aan land ontslagen uit het leger. En dat is een smerige streek. Hmm. Vadertje Drees heeft er ook een hand in, want die was toen president van het parlement. Maar ze hebben samen afgesproken, hier hebben we het niet over. We verzwijgen het, want er zijn andere. Ja, en mensen kwamen toen in kampen te wonen, toch? Of bepaalde wijken? Ja. Er was hier natuurlijk ook, was niet op gerekend om 12.000 mensen te vestigen. Ja. Dus we kwamen in kolonies, woonoorden, kampen terecht. Wat op zich niet zo erg is, maar het was te geïsoleerd. Ja. Men ging ervan uit. En de hoop bleef dat mensen nog konden terugkeren. Ja, en die geloof werd ook gegeven, zodat de Molukkers hun koffers altijd klaar hebben staan. De koning was ook aanwezig bij de uitreiking van de Witte Anje. Ja. En je hebt nog met hem gesproken. Ja, we hebben na dus de opening van de Veteranendag in die ochtend nog een praatje met de koning mogen maken en de minister Rutte en nog de andere bobo's. Het was een fijn samen zijn. En natuurlijk zag hij er geweldig uit, hè, in zijn uniform, de koning. En toen ik wegging, zei ik, tot ziens, majesteit, want ik ga u gauw weer zien. Toen zei hij, oh ja, waar? Toen zei ik, in Wierden. Oh, zegt hij, dat is toch volgende week vrijdag? Ik zei, dat heb je goed onthouden, ja. Dus tot ziens in Wierden. En daar was hij dus voor het monument wat ter herinnering van ons woonoord, de Vossenbos in Wierden, dat is in Twente, om dat monument te onthullen. Fantastisch, hè, dat het zo is gelopen. Ja. Ja.